Arno, neem je rotzooi mee, zingen ze. Wat doet jij dat? Nou, niets, want daar ben ik helemaal niet mee bezig, van neem je rotzooi mee. Dus nee, dat doet me eigenlijk niets. Maar als kind van de club, zo'n derby, dat leeft toch wel extra? Ja, maar je moet je eigen afvragen of het wel een derby is. Kijk, als je twee elftallen hebt wat aan elkaar gewaagd is en dat elkaar goed in strijd met elkaar kan zijn. Dat is nu niet. Iedereen weet de situatie van Achilles. Dat ik het met een hoofdklasse team moet doen wat er bijna onderaan stond. Dat er is niks aan veranderd. Sommige jongens zijn daarbij gekomen. Het zou een derby zijn. Natuurlijk is het op het papier een derby. En Travers heeft verdiend gewonnen. En natuurlijk is het alle credits naar de Travers toe. Dat het toch 5-2 wordt. Maar als je echt een derby wil hebben, dan moet je twee volwaardige elftallen tegen elkaar hebben. En dat was vandaag maar één helft. Maar leefde dit totaal niet dan binnen de groep? Jawel, zeker wel, want dat wordt opgeklopt en natuurlijk, het is een derby. Maar ik heb veel jongens van Rotterdam, Amsterdam afkomen, Nieuw-Zeelanders, Australiërs, dus met MAVO, Engels. Ja, daar kan ik ook prima toepassen. Maar natuurlijk leefde dit derby en daar wordt ook wel ingepeperd dat het om Groesbeek gaat en de eer van Groesbeek. Maar het is geen derby dat je zegt van twee volwaardige teams tegen elkaar en we kunnen Travers echt partij geven. Sterker nog, drie van jullie spelers lopen vandaag gewoon bij de vijand, om het zo even te noemen. Ja, en die spelers hebben ook allemaal gescoord. Dus dat geeft wel aan dat hoe de situatie bij Achilles was en dat de betere spelers van Achilles, slim genoeg door Travers, door wat er bij de club gebeurd is, zijn weggehaald. Niek en Boy liepen nog voorop in de zwart-witte Polonaise 4 maanden geleden, nu in de rood-zwarte. Kan jij dat voorstellen als voetballer, dat je dat zou doen? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want sentimenten en tegenwoordig telt clubliefde bijna niet meer. Het is een uitzondering dat spelers een carrière lang bij één club blijven voetballen. Nee, die hebben gewoon een goede overstap gemaakt naar de Travers en daar ligt op dit moment veel meer toekomst dan bij Achilles. Dus ik kan dat wel begrijpen. Oké, en hoe gaat het met jullie verder? Want deze overwinning komt natuurlijk tegen eigenlijk een soort concurrent. Komt hard aan, jullie zakken steeds verder weg. Zie je nog zitten? Ja, kijk, we roeien met de riemen die we hebben en we zullen de handdoek niet gooien. En we proberen punten te pakken en natuurlijk weet iedereen dat het ontzettend moeilijk wordt. Want je speelt met een elftal, ik kan mijn jongens niets kwalijk nemen, dat ga ik ook niet doen. Dat is gewoon een hoger niveau waar ze nu op spelen. En we proberen strijdend ten onder te gaan en dan kijken we op het einde van de rit wel waar we staan. En als club overleven is belangrijker dan zo'n wedstrijd? Absoluut, de club gaat altijd voor het team waar speelt en voor het individu, altijd. Heb je al wat certificaten gekocht? Nee, ik heb nog geen certificaten gekocht. Nee, absoluut niet, nee. Maar ik raad mensen aan, als om de club te helpen, om certificaten wellicht te kopen. Als de club dan. Maar het gaat er natuurlijk om dat de club blijft bestaan, absoluut. Toch nog wel een beetje genoten van de sfeer, voor zover het een derby te noemen is. Ja, maar dat is altijd wel leuk. Kijk, alleen je moet je wel afvragen. Normaal gesproken zo, ik ga ook wel eens naar Travers kijken. Ik ga nou wel eens naar Achilles kijken. Normaal gesproken, bij een derby komt iedereen hier naartoe. Maar normaal gesproken staat hier ook veel minder publiek. Blijkbaar leeft een derby dan veel meer dat je veel meer publiek krijgt. Maar de normale supporter zal ook op een gewone zondag eigenlijk horen te komen. En dan zou het steeds zo druk moeten zijn. Nog een oproep? Ja, nou, nog een oproep. Kijk, ze hebben het wel eens vroeger, mag je niet in de mond nemen. Maar vroeger was dat wel. Dan had je stevast veel publiek. Tegenwoordig is dat bijna niet meer. Hopen dat ze jullie nog een beetje steunen de laatste weken. En succes. Ja, we gaan ons best doen. Meer kun je niet doen.